Vandaag zijn we aangekomen bij dag 7. En voor vandaag hebben we nodig bolletje met grijs garen. Bolletje met de kleur van je paashaasmuis. Je hebt kopspelden nodig. Je hebt je voetjes nodig die je al gehaakt hebt. Een haaknaald. Een stopnaald. Een schaar. Het kopje. En het onderlijf. Nou, we gaan beginnen om eerst de voetjes aan de paashaas te maken. Nou, wat de achterkant is, is duidelijk, hè? Daar zit het staartje. Dus we gaan in eerste instantie even de voetjes spelden. En ik speld altijd alles eerst vast om te kijken of ik tevreden ben als het zo gaat zitten. Nu heb ik de voetjes vastgespeld en dan ga ik altijd even kijken. Ben ik tevreden mee als ze zo zitten? Nou, in deze helemaal. Dan pak ik mijn stopnaald erbij. En dan ga ik de voetjes vastzetten. Nou, dan is het altijd handig hè, als je de draad eraan hebt laten zitten. En dan ga ik met kleine steekjes... ga ik de voetjes vastzetten. Nu is het omdat ik hier natuurlijk rijst onderin heb gedaan. En als je granulaat hebt gebruikt, dan is het ook altijd wat lastiger dan dat je gewoon met fiberfil hebt gedaan. Maar probeer zoveel mogelijk kleine steekjes te gebruiken. Om de voetjes vast te zetten. Je zet hem dus echt met kleine steekjes vast. Je gaat eigenlijk naar de andere kant even. En dit is puur omdat ik er rijst in heb dat het best zwaar gaat. Heb je gewoon fiberfil onderin de voetjes zitten, dan gaat het een stukje makkelijker. Nou, op een gegeven moment ga je gewoon één speld er alvast uithalen en dan zie je of dat al een beetje vast zit. Sommigen kiezen er ook voor om het erop te lijmen, maar eigenlijk doe ik dat zelf nooit. Nou, deze haal ik er vast af. Dan haal ik de laatste speld er ook uit en heb ik alleen... hier op het puntje dat ik hem nog even extra vast wil zetten. Nou, je draad wordt steeds wat korter natuurlijk, dus schiet vaak uit de naald. Nou, zo heb ik het. Voetje er goed vast op gezet. En eigenlijk, ik hecht de draad af door hem gewoon ergens doorheen te steken, uit te laten komen en hem dan af te knippen. Nou, dat was al één voetje. En nu staat je een beetje scheef, omdat bij de andere natuurlijk de kopspelden er nog op zitten. Het
Het andere voetje doe ik even buiten beeld om. Jullie zien hoe het moet. Dan hoef ik niet elke keer door de camera heen te kijken. En dan kom ik zo bij jullie terug om het hoofdje erop te zetten. Nou, beide voetjes heb ik eronder gemaakt. Dan ga ik nu het kopje erop zetten. Ik haal wel even de oortjes eraf, want al die extra draden maakt het niet makkelijk. Ik ga dus het kopje erop zetten en voordat ik dat doe, ga ik hem er eerst op spelden. Omdat ik weet dat er hier nog iets achter gaat komen, ga ik hem niet te ver naar achteren plaatsen. Zelf zou ik ook nog wel eens zo het kopje erop plaatsen. Maar omdat ik dat al van tevoren weet, nou ongeveer het midden van het kopje ga je dus vastzetten. Nou, in eerste instantie doe je dat dus met kopspelden. Heb ik zo het hoofdje erop. Hij zit er goed op. Ik vind hem er ook recht op zitten. En omdat ik hier een lange draad aan heb gehouden, ga ik met deze draad dus het kopje erop vastzetten. En waar is mijn naald? Die is hier. Ga ik dus ook met kleine steekjes, ga ik dus gewoon helemaal rond het kopje vastzetten. Ik krijg veel vragen altijd van hoe zet je zo stevig mogelijk het kopje erop. Mijn kopje blijft zo slap en is daar een manier voor? Nou, de manier is gewoon zoveel mogelijk kleine steekjes en zo vaak mogelijk rond. En pas stoppen als jij vindt dat hij goed vast zit. En niet denken ik ben één keer rond geweest of ik heb er 3 steekjes in gedaan. Hij moet vastzitten. Zo is het niet. Ik moet soms wel eens 2 keer rond om te zorgen dat hij echt goed vast zit. En als je ongeveer bij de spelden bent, dan haal je tussentijd gewoon de spelden eruit. En dan merk je gelijk of je goed bezig bent. Ik ben bijna rond voor de eerste keer. En dan ga ik even kijken. Zit mijn kopje goed stevig? Nou, deze zit eigenlijk al wel heel erg stevig. Ik ga heel even kijken waar nog een paar steekjes bij kunnen. Nou, ik heb op deze manier het kopje eraan gezet. Ga ik de draad weer afhechten en dat doe ik echt door hem gewoon er doorheen te steken, ergens laten uitkomen. Nu is de draad natuurlijk weer uit de naald. Hier steek je hem er doorheen. Je trekt hem even aan. Je schaar erop, iets naar beneden drukken, afknippen en het restantje verdwijnt in het lijf. Nu hebben we, ik zal even de camera ietsjes anders zetten, dus de voetjes aan het lijf gemaakt en het kopje. En dan gaan we straks, of gaan we zo verder met het volgende deel van vandaag. En dat zijn de armen. De oortjes maak ik er nog niet op vast. Die speld ik gewoon nog even erop. En laat ik nog even loszitten. Gaan we verder met de armen.
Voor de armen hebben we nodig grijze garen van de muis en de kleur waarin je de paashaas hebt gehaakt en natuurlijk een haaknaald. En we gaan beginnen met het grijze garen en dan gaan we 6 vaste in een ring maken. De ring en dan gaan we hier 6 vaste in maken. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan trek je de draad aan. En vervolgens ga je toer 2, dat is 1 vaste en dan 2 vaste in de volgende vaste en in totaal dus 9 vaste. Ga ik hier beginnen met 1 vaste. 2 vaste in de volgende. 2, 3 en dat ga je natuurlijk herhalen totdat je er 9 hebt. 4. Dan doe je er weer 2. 5. 6. 7. En je eindigt weer met 2 vaste. 8. 9. Dan ben je bij toer 3 en 4. Dat is 1 vaste in iedere vaste. In totaal 9 vaste. Dat is 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, dat was toer 3. Nu ga ik hem vast even, wel, doe ik altijd even met de achterkant van mijn haaknaald, zodat je hem in de juiste vorm al gelijk krijgt. En ik knip even dit draadje af. Al die extra draadjes zit je alleen maar in de weg. En dan ga ik toer 4 haken. Dus ook 1 vaste in iedere vaste, in totaal 9 vaste. Dat is 1. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 en dan de laatste, 9, maar die maak ik niet af. Want de volgende, toer 5, dan is het wisselen van kleur. Wat ik dan doe, ik maak dus de 9e, de laatste steek van de vorige toer, maak ik dus niet af. Ik knip deze draad af en ik pak dus de kleur waarin ik moet wisselen. En dan maak ik dus de 9e steek, dus de laatste steek van die toer, maak ik af met een nieuwe kleur. Trek deze even aan.
Dan heb je een mooiere kleurovergang, een mooiere kleurwissel. Nu is toer 5 tot en met 15 één vaste in iedere vaste. In het begin doe ik eigenlijk altijd even 2-3 steekjes even de losse draden meehaken. Dus dat is 1. Twee. Drie. Trek ze nog even aan. Doe ze naar achteren. Nou, even de goede draad pakken. Dat is 4. Nou, voordat ik verder ga, knip ik eerst deze twee draadjes af, want dat zit me alleen maar in de weg. En maak even de rest van de toer 5 af. Zes. Zeven. 8, 9, nou dan heb je je toer rond en heb je gewoon een wat mooiere kleurenwisseling. Nou, de volgende toeren tot aan toer 15 is allemaal één vaste in iedere vaste. Dus zoals jullie weten doe ik dat dus even buiten beeld. Dus de volgende toeren, toer 6 tot en met 15, één vaste in iedere vaste. En bij toer 15 kom ik bij jullie terug. Hebben we 15 toeren gedaan, zijn we aangekomen bij toer 16 en dat is 7 vaste en dan weer omkeren. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 en dan keer je om en dan doen we toer 17, dat zijn 3 vaste. Je doet niet een keer lossen en je slaat dus deze eerste sla je over, dus dan ga je gelijk naar de tweede en dan doe je 3 vaste, 1, 2, 3 en dan keer je weer om. Geen keer lossen. Je slaat weer de eerste over en je gaat hem in de tweede. Je doet 1 vaste. En je knipt de draad af. Je laat er even een royale draad aan zitten om hem straks aan de muis te bevestigen. En dan is dit je armpje. Deze armpjes gaan we niet opvullen. Wat je wel kan doen is eventueel pijperaggetje erin of een stukje ijzerdraad, zodat je hem kan buigen in de vorm zoals jij wil. Ik doe dat zelf niet. Ja, je pakt een muis erbij. Je kijkt even naar waar wil je hem hebben. Natuurlijk speld je hem even vast. Kijk gewoon even goed waar je hem wil hebben. Ik heb hem niet op een mooie plek zitten. Nou, dan haak je het tweede armpje nog even. Speld je die er ook aan vast. En dan zijn we klaar voor vandaag. Ik zal even iets uitzoomen. Dan hebben we tot vandaag. Nou, jullie maken het andere armpje er nog even bij. Dat ga ik ook doen, maar dat ga ik buiten beeld doen.
Voor het patroon kan je kijken op www.vestingsmuizen.nl of op onze club www.vestingsmuizenclub.nl. Je kan voor onze club nog altijd gebruik maken deze maand, dus de hele maand maart, van de aanbieding om een jaarabonnement te nemen met 50% of met 50 euro korting. Dus profiteer daarvan. En ik zie jullie morgen weer bij het volgende deel van de Paashaasmuishaken.